Welkom bij alweer de derde dag van de Webinar Week 2021. Een initiatief van Werven en Zipconomy. En vandaag is het thema data-driven recruitment. Ik dacht dat het misschien wel leuk om te beginnen met een paar cijfers, omdat we het toch over data hebben vandaag. Wist je dat de gemiddelde doorlooptijd van een vacature 9 weken is en dat de verwachting van een kandidaat 4 weken is en na 8 weken een kandidaat eigenlijk al geen geduld meer heeft? Werk aan de winkel. Een ander leuk feitje is dat in 2020 de nummer 1 wens van de sollicitant is om persoonlijke feedback op zijn sollicitatie te krijgen. In plaats van een standaard reactie. Ook wel leuk feitje uit 2020. Verder is tegenwoordig discriminatie een hot topic in de recruitmentwereld. We zijn veel bezig met diversiteit en inclusiviteit. Nou is daar ook veel data over beschikbaar. Bijvoorbeeld, wat ook een grote discussie was op LinkedIn. In 2020, of in het derde kwartaal van 2020, waren vrouwen in alle leeftijdscategorieën vaker werkloos dan mannen. Verder was de werkloosheid het hardst gestegen in de leeftijdscategorie van tot 25 jaar. En überhaupt zijn mensen met een niet-westerse achtergrond vaker werkloos dan mensen met een westerse achtergrond. Cijfers waaruit blijkt dat er werk is aan de winkel. Maar zonder deze cijfers blijven natuurlijk aannames. En daarom is het zo belangrijk om aan de slag te gaan met data en je recruitment data-driven te maken. Alleen is tegenwoordig, hebben we tegenwoordig echt een bak met data. Zoveel data dat we door de data de cijfers niet meer zien. En cijfers die je wel nodig hebt om je recruitment aan te sturen, te optimaliseren en natuurlijk efficiënter te maken. En daar gaan wij jou vandaag natuurlijk bij helpen met 5 webinars. We hebben 5 webinars voor jou klaarstaan om jouw recruitment meer data-driven te maken. We beginnen vandaag met Sarah Kouwenberg van Indeed. Zij is recruitment evangelist en Indeed kennen we natuurlijk allemaal als de nummer 1 vacature website wereldwijd. En het leuke was, of leuke is, ik heb een mission statement opgezocht en ik ben wel fan, want hij is heel simpel, namelijk help people to get jobs, punt. Dat is hun missie, clean, mooi. En zij hebben ook 10.000 medewerkers in dienst die het recruitment traject verbeteren aan de hand van echte verhalen en natuurlijk data. Daar is het haakje. En vandaag geeft Sarah een webinar over het ontcijferen van jouw recruitment ROI. Dat is vandaag het eerste webinar waarmee we gaan beginnen. Het tweede webinar is van Marcel Leeman. Hij is de CEO van Textmetrics. En Textmetrics is een software die jouw vacature teksten verbetert. Zowel op taal, spelling, maar ook zorgt Textmetrics ervoor dat jouw vacature tekst inclusief is. En ook voor diversiteit meer werft. Zeer interessant. En hij gaat vandaag een webinar geven over het moderniseren en automatiseren van vacature teksten. Dat is het tweede webinar van vandaag. Het derde webinar van vandaag wordt gegeven door Victor Loten en Michael Raven van Talmark. Victor Loten is projectmanager en digital marketeer bij Talmark. En Michael is conceptmanager. Nou, wat is Talmark? Talmark maakt jouw vacature website creatiever, bouwt campagnes met mooie concepten en maakt jouw website meer UX, UI. Die verbetert dat, dus dat je experience van de sollicitant beter is, waardoor er betere sollicitaties en ook meer sollicitaties binnenkomen. Heel leuk webinar, ik heb hem al gezien. En het leuke van Talmark is dat zij heel groot in hun kantoor hebben hangen: it's simple until you make it complicated. En dat is natuurlijk ook een beetje met data zo, hè? Je hebt natuurlijk veel data, waardoor het snel ingewikkeld lijkt. Maar eigenlijk is het heel simpel, tot je het eigenlijk ingewikkeld maakt. En zij houden vandaag een webinar over hoe gevoel en data samengaan. Vaak hebben we met data dat het heel erg geautomatiseerd is, heel analytisch. Maar er komt natuurlijk ook gevoel bij kijken. En dat moet je ook zeker meenemen om je verhaal wat uit de data voortkomt, dat moet je gewoon echt meenemen. Anders komt het niet over. Het vierde webinar van vandaag wordt gegeven door Marian van der Meer en Mark van Ypenburg. Marian is senior strategisch HR-adviseur
bij GITP. En Mark van Ypenburg is Strategic Workforce Planner bij GITP. En wat doet GITP? GITP levert inzichten over onderbouwde beslissingen bij het inrichten en ontwikkelen van jouw workforce. En dit inzicht ontstaat vanuit assessments, online tools en natuurlijk weer data analytics. Zij gaan het hebben over een nieuwe koers zonder kabaal. Weet jij hoe? Interessant topic, mooie cijfers en ook weer een heel leuk webinar. Schrijf je in. En vandaag sluiten we de webinar week dag 3 af met Ronald van Driel. Hij is mede-eigenaar bij Recruitment Accelerator. En wat is Recruitment Accelerator? Die zorgt ervoor dat jouw vacature-intake in 15 minuten geregeld is. En dan denk je, 15 minuten is wel heel kort. Hoe komt er dan een goede vacature-intake uit? Nou, dat hebben zij helemaal geoptimaliseerd door te kijken naar grote bedrijven. Hoe doen zij dat? Al deze data vergaard en in een tool gezet, waardoor jij echt een top vacature-intake hebt en daardoor natuurlijk ook een mooie start hebt van jouw recruitmentproces. Hij gaat jou vandaag vertellen hoe data-driven recruitment in één handomdraai geregeld is. Zeer interessant en natuurlijk ook weer een goede om voor in te schrijven als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ben vandaag jouw dagvoorzitter. Ik ben Petra de Niet. Ik ben marketingmanager bij Werven, ToTalent en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. En ja, ik hou heel erg van data. ik hou van het bouwen van dashboards, maar ook om dingen te onderbouwen. Dat dingen niet alleen aannames blijven, maar ook inzichtelijk worden. En ja, dat het gewoon gefundeerd is. Vandaag leid ik jou door alle webinars heen. Ik leid de polls. Je kan aan mij de vragen stellen. En dan, ja, dan gaan we dat voorleggen aan degene die de webinars geven. Er komt al een vraag binnen. Komen er handouts beschikbaar van de webinars? Ik kijk even naar de techniek. Jazeker. En als het goed is, kan je de webinars ook terugkijken. Dus als je niet kan, stel je zit in een sollicitatiegesprek of je hebt een meeting, schrijf je dan wel in, want dan krijg je achteraf nog de link toegestuurd dat je de webinars terug kan kijken. Dus dat is misschien wel handig om te weten. We gaan zo beginnen met Sarah van Indeed. Ik heb haar webinar al gezien, heel interessant. Indeed, echt de grootste vacaturewebsite ter wereld. Veel data, veel om ook te vertellen. Zij helpen ook ja, iedereen in de recruitmentwereld met cijfers. Dus er zijn ook veel leertrajecten. Daar zijn veel medewerkers mee aan de slag. Dus ook echt mensen leren van, oké, je krijgt al die data binnen. Wat moet je daar dan mee doen? Heel vaak wordt het verkeerd geïnterpreteerd of de verkeerde data gebruikt. En Indeed helpt jou daarbij om dat goed te interpreteren, goed neer te zetten. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Ik ga het zo van Sarah horen. Als het goed is, is ze al online. Ja, daar hoor, is ze. Hoi Sarah. Heb ik het goed gezegd? Je hebt het helemaal goed gezegd. Heb je er nog wat op aan te vullen? Nee, je hebt eigenlijk de belangrijkste punten gezegd dat we bij Indeed heel data gedreven zijn, maar dat het niet alleen die data aanleveren is, dat het ook heel afhankelijk is wat doe je met die data, hoe interpreteer je die en hoe kan je die hele, ja, hoe gaan wij die enerzijds transparant communiceren en hoe kan je die als organisatie gebruiken om uiteindelijk kandidaten te plaatsen of mensen aan te nemen. Want inderdaad, onze missie is, we help people get jobs, maar eigenlijk delen we die missie met heel veel andere organisaties en heel veel andere recruiters bijvoorbeeld. Ja. Data, ja, hoe sluit die aan bij de missie? How does it help people to get jobs? Goede data en dat goed visualiseren van data? Ja, door inzicht te krijgen over wie de publiek is, waar dat zij zitten, kan je efficiënter gaan recruteren. En ja, dan leidt dat uiteindelijk door het sneller werken, maar ook zeker naar de kwaliteit van de juiste kandidaten, om die op een efficiënte manier te werken. Leuk. Hey, welkom vanuit huis vandaag, want jij belt in vanuit België, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Gezien de omstandigheden die we allemaal kennen, hebben we de keuze gemaakt om het vanuit huis te doen. Jammer, maar het is zo. Nou, werkt ook zo prima. Volgens mij de maandag hebben we dat de hele dag vanuit huis moeten doen vanwege de sneeuw. Sneeuwt ook bij jou? Is het ook helemaal een pak sneeuw? Ja, een mooie witte laag in de tuin. Ik denk wel in Nederland nog iets meer dan in België. Maar
Ja, het is wel. Heel veel treinen zijn gecanceld toen ik hierheen kwam, zag ik. Het was echt één groot rood feest op het bord. Hey, jij bent recruitment evangelist bij Indeed. Wat houdt dat in? Dat klopt. Evangelisten wil eigenlijk letterlijk zeggen, ik verkondig het woord van Indeed. En dat klinkt heel heroïs, maar we vertellen niet zomaar een verhaal. We doen dat binnen Indeed, zoals ik daarnet ook al zei, aan de hand van data. Dus enerzijds geef ik presentaties zoals dit, anderzijds ga ik mee naar bedrijven om eigenlijk hun recruitmentstrategie onder de loep te nemen en advies te geven over de optimalisatie daarvan. Nice. En je geeft ook webinars. Gaat het dan altijd over data of heb je nog meer onderwerpen waarover je webinars en presentaties geeft? Data is altijd wel verweven in onze onderwerpen, maar dat kan even, want we baseren al onze conclusies op basis van data, maar het kan ook even goed gaan over het over diversity en belonging. Het kan gaan over vacature, het kan teksten. Het kan ook gaan over employer branding. Eigenlijk alles wat bij recruitment komt kijken. Dat je gewoon eigenlijk als baan hebt om mensen meer te leren over, over recruitment. En als je kijkt naar diversiteit en inclusiviteit, je noemde het al, best wel een hot topic. Waar denk je dat het heen gaat? Denk je dat recruitment meer divers en inclusief gaat worden? Of dat het in bepaalde niches juist moet groeien en dat het eigenlijk nu al best divers en inclusief is? Wat zie jij? Ja, ik ben natuurlijk geen toekomstvoorspeller, maar ik hoop alvast dat het meer en meer een topic wordt, ook binnen recruitment. En dan voornamelijk in het bewust worden van onze... hoe moet ik zeggen, onze onbewuste vooroordelen die vaak wel in ons recruitmentproces insluipen, zonder dat we die intentie hebben. En ook daar moeten we ons van bewust worden. Ja, maar dat is dan weer een ander. Ja, ik denk ook dat de recruitmentpool dan wat groter wordt om in te werven, als we dat onbewust een beetje uithalen. Want dus natuurlijk, je recruitmenttekst is ook heel erg... Je hebt het misschien niet door, maar op de manier dat je schrijft, trek je natuurlijk ook bepaalde mensen aan. En onbewust sluit je dan ook bepaalde mensen uit door het schrijven van je teksten. Ja, maar dat is een tweede webinar die daar niet op ingaat. Hey, jij hebt het over ROI binnen jouw recruitment. ROI staat voor Return on Investment. Best wel een marketingterm, als ik het zo goed zeg. Hoe ziet dat eruit in je recruitment, ROI? Ja, inderdaad, dat zeg je goed, Petra. We kennen het inderdaad. We kennen het vaak, de term. We horen het vaak binnen marketing. Dan gaat het over, welke investeringen... wat brengt ons dat op? In aantal bezoekers op websites, in aantal klanten en zo verder. Maar ook binnen recruitment kan het eigenlijk enorm veel bijdragen aan de efficiëntie van recruitment. En ik merk dat er... Of dat is gewoon een feit, dat er heel veel gevoelsmensen werken binnen recruitment. En dat is heel mooi. Hè, want recruitment is per definitie een echte mensenbusiness. En ik hoorde dat juist jou al zeggen, Petra, dat het ook een topic wordt vandaag van een van de andere presentaties. Dat gevoel en data absoluut samengaat. Nu, de ROI, of Return on Investment... meten, dat zorgt er eigenlijk voor dat je recruitment inspanningen, dat die opleveren. Dat is het eigenlijk heel simpel gezegd. En voordat ik daar nog dieper op inga, zou ik misschien ook aan jullie willen vragen of dat jullie een kleine poll willen lanceren, zodat ik een idee krijg van wie van de kijkers vandaag al met ROI bezig is en of dat jullie dat niet vandaag al meten. Ik weet niet of dat ik... dat jullie daarvoor kunnen zorgen. Nu, als we het dan verder hebben over de term, eigenlijk gaan we bij... voor, dan weet iedereen waar die op moet stemmen. De poll is, ik meet de ROI van mijn recruitmentactiviteiten. Ja, ik weet precies wat de kost per hire, time to fill en quality of hire is. De tweede is, we meten veel, toch blijft het lastig om daadwerkelijk de ROI te bepalen. We proberen steeds meer te meten en onze activiteiten hierop aan te passen. Dat is de derde. Dus ik kan stemmen. Ja. Dankjewel, Petra. Nu, eigenlijk gaan we ons gaan we ons de vraag stellen binnen recruitment. Zit de verhouding tussen de geworven kandidaat
in de investering ziet die vandaag goed. En door dat onder de loep te gaan nemen, kan je als HR-afdeling eigenlijk 3 zaken voornamelijk gaan optimaliseren. Het eerste is tijd. De time to hire dat je nodig hebt om iemand in dienst te nemen. De investering die dat je er tegenover zet. Met andere woorden, letterlijk het bedrag of het geld dat je erin steekt. En anderzijds ook, in welke kanalen zet je nu het best in voor het behalen van je doelen en het aantrekken van de beste kandidaten. Ik ben ook benieuwd in hoeverre, dat zal meteen uit deze poll komen, in hoeverre de kijkers hun ROI meten. Want recruitment data is gewoon, kunnen er niet omheen. Dat is belangrijker dan ooit. Veel organisaties die zoeken naar efficiëntere manieren om recruitment data enerzijds te verzamelen, maar anderzijds ook om deze getallen om te zetten of te kunnen omzetten naar concrete acties. En ik zoom heel graag in deze presentatie verder in op hoe dat je nu eigenlijk grip kan krijgen op je ROI of je return on investment binnen recruitment. Even kijken, en we hebben al een beetje resultaten binnen. Mooi gezegd trouwens. En nu loopt met 43% voorop. We proberen steeds meer te meten en onze activiteiten hierop aan te passen. Dat is nu de koploper, 42%. Okay, dat is positief nieuws en dat voelen wij ook wel in de markt. En vandaar ook die tip topic. Ik hoop dat ik met deze presentatie kan inspireren en motiveren om dat zeker niet los te laten en daar nog verder mee te gaan. En we voorzien graag daar enkele tips en tricks voor. Nu, voordat we daar helemaal induiken, is het belangrijk om even mee te geven. De basis, er zijn 2 mogelijke werkzoekenden. Zijn de actieve werkzoekenden, zij die dat zelf actief gaan zoeken naar een nieuwe baan. En er zijn passieve werkzoekenden, zij die dat niet actief gaan zoeken, maar er bijvoorbeeld wel voor worden dus ook verschillende strategieën en tools nodig om die 2 categorieën te gaan werven. Nu, succesvol werven, dat begint bij inbound kandidaten. Ervoor zorgen dat je instroom krijgt van uw kandidaten. En op deze slide zie je bijvoorbeeld uit een Indeed-onderzoek. Dat blijkt dan namelijk dat 80% van de werkende volwassenen in Nederland zegt dat ze een aantal keer per jaar op zoek gaan naar, naar carrière-mogelijkheden. Nu, uit datzelfde onderzoek kwam ook dat in de 6 maanden voordat iemand op een nieuwe job wordt aangenomen, nieuwe baan, moet ik excuseren zeggen. Dat Vlaams komt er af en toe nog door. Maar dat 94% van hen in de 6 maanden daarvoor, dat ze dan zelf actie ondernemen. Dus zelf actief gaan zoeken. En als we dan kijken, wat zijn die populairste acties? Dan is dat het bezoeken van een online vacature site. Nu, op welke manier kun je er nu voor zorgen dat de juiste kandidaten jouw vacatures vinden en uiteindelijk ook gaan solliciteren? Of met andere woorden, welke inbound manieren kun je gebruiken om werkzoekenden op het juiste spoor te brengen, actief of passief, zodat ze op de hoogte worden gebracht van uw vacatures, onderzoek naar jouw bedrijf gaan doen en uiteindelijk ook contact met jou opnemen? En je ziet het hier staan, er zijn 4 manieren. Gebruik maken van gratis, organische zoekresultaten, van betaalde zoekresultaten, uw online zichtbaarheid vergroten en uiteindelijk uw werkgeversmerk ook versterken. Dat zijn eigenlijk de 4 grote pijlers om vandaag uw online recruitment strategie te gaan versterken. Nu, wanneer te zoeken, is het belangrijk dat ze ook uw vacatures kunnen vinden. Daar begint het natuurlijk mee. Teksten en titels moeten dus best, van vacatureteksten bijvoorbeeld, die moeten best geoptimaliseerd zijn volgens het zoekgedrag van kandidaten. Daar begint het mee. Want anders dan zijn vacatures op zoekmachines niet altijd vindbaar. En als ik dan praat vanuit Indeed, zijn we natuurlijk een zoekmachine.
En waarom doen we dat? Die vacaturetitels en teksten optimaliseren om uiteindelijk meer visibiliteit te krijgen. En op die manier kan je dus je vacatures gaan boosten. Ik blijf hier nu even kort over, maar we hebben daar ook heel wat data en verdere informatie over. Maar wanneer dat je ergens geld achter zet, dan is het heel logisch dat je ook wil weten wat levert ons dat vandaag op. Het tracken van sources, dat vormt het derde gebied de derde pijler die ik daarnet laat zien, waarop dat je kunt optimaliseren. Door source tracking weet je eigenlijk precies waar dat je verkeer vandaan komt, waar dan mensen online het recruitmentproces gaan instappen bijvoorbeeld. En door dat te doen, krijg je de mogelijkheid om het recruitmentbudget voor verschillende sources te gaan valideren en krijg je eigenlijk pas echt inzicht in welke bronnen het beste presteren. En zo wordt ook duidelijk aan welke bronnen je bijvoorbeeld geen recruitmentbudget moet toewijzen, of meer of minder. En zorgt er ook voor dat we kunnen afstappen van dat onderbuikgevoel waar we ons wel ook eens op baseren. Nu, ik wil kort misschien nog even een aantal termen verduidelijken die verder in de presentatie ook aan bod komen, voor het geval daar iemand minder mee bekend is. Hier staat een hele mooie definitie op deze slide wat betreft source of applicant. In mensentaal betekent het eigenlijk de bron die gezorgd heeft voor een sollicitant. Zo kan de investering voor het aantrekken van kandidaten eigenlijk pas echt objectief bepaald worden. Bijvoorbeeld is dat een organische resultatenlijst, een gesponsorde resultatenlijst. Ook binnen social media kan je dat verschil maken tussen gesponsord en organisch. Is de bron de carrière-site en zo verder en zo verder. Nu, source of hire dan, bij de meeste net iets bekendere term, dan laat dan weer zien welk deel van uw totale aanwervingen uw pijplijn eigenlijk binnenkwam en via welk wervingskanaal of bron dat die zijn binnengekomen. En het voornaamste verschil tussen source of applicant en source of hire, dat zijn eigenlijk de aantallen, hè? De verder in de funnel. De gegevens die dat je meet met source of hire, die geven nog een specifieker beeld van waar dat je de mensen die dat je uiteindelijk gaat plaatsen of die dat je aanneemt, waar dat die precies vandaan komen. Via welke bronnen vinden we die mensen die uiteindelijk worden aangenomen om bij het bedrijf in kwestie te komen werken. En waarom richten we ons nu tegenwoordig zo sterk op die source of hire? Het zorgt er, ik zei het daarnet al, kunnen afstappen van ons onderbuikgevoel. En gewoon onze beslissingen kunnen baseren op objectieve data. Daardoor kun je beter doorgronden eigenlijk waar dat je nu weinig of veel geld insteekt, in welk kanaal. En waar dat je en dus betere beslissingen kunt nemen wanneer het op tijd, budget, strategieën en de specifieke bronnen eigenlijk aankomt. En dat betekent dat je budget beter kan toewijzen en beter begrijpt waar dat je middelen het meest effectief zijn. En hoeft dat natuurlijk niet alleen maar van mij aan te nemen. Ik heb een aantal quotes professionals in het vak ook meegegeven in deze presentatie. En ik merk bijvoorbeeld dat veel bedrijven, dat die vandaag toch, of organisaties, dat die vandaag toch nog beroep doen op Excel-sheets of iets vergelijkbaar gebruiken om gegevens bij te houden. En geen toegang hebben tot een trackingscode om bijvoorbeeld automatisch wervingsbronnen te gaan bijhouden. En ook Barb Biden hier, die legt uit het belang van
het belang van een goed ATS-systeem. En het staat voor Applicant Tracking System. Ik heb daar ook een kleine poll voor opgemaakt. Curieus wie van jullie er vandaag al beroep doet op een ATS-systeem. Misschien, Petra, kan je die in tussentijd al even lanceren. Nu, het voordeel van de meeste applicant tracking systems is juist dat die heel vaak beschikken over een automatische source trackingscode. En die code kan je eigenlijk toevoegen aan links die dat je online of op vacaturebanken en dergelijke plaatst. En zo kun je dan automatisch gaan achterhalen waar dat je verkeer van kandidaten, je stroom van kandidaten op je vacatures, van waar dat die komt. Nu, als je ATS-systeem dat aanbiedt, niet altijd allemaal, maar de meeste vandaag wel, dan is dat echt van een heel groot belang en gewoon een heel grote bron van informatie dat je daar gebruik van maakt. Dit is eigenlijk een voorbeeld van een ATS-systeem, Taleo, bij velen misschien wel gekend. Trouwens, eventjes erbij zeggen, bij Indeed hebben we heel veel ATS-systemen, met heel veel ATS-systemen in integratie, zodanig dat data met elkaar gekoppeld kan worden. Nu, wat zie je hier op deze slide? Boven staat eigenlijk een normale link naar een vacature. En de onderste link, die heeft een source tracking code aan het einde van de URL. Eigenlijk dat rood stukje dat je ziet in de URL op het einde, is de code. En dat is een unieke code. Wanneer iemand met die link op een vacature solliciteert, dan weet eigenlijk de recruiter precies wat het de bron of wat het de source is. En wanneer dat je dit voor alle sources en vacatures standaardiseert, dan krijg je een duidelijk en correct beeld van je source of hire. Ik weet niet, Petra, of we al resultaten binnen hebben? Zeker. Maak je gebruik van een ATS-systeem? Dat was natuurlijk de poll. En de eerste was ATS. Hoe juist? Dat is heel weinig mensen hebben daarop gestemd. 8%. De tweede was ja, maar het doet de onvoldoende dienst als meetinstrument. 30% op een tweede plaats dus. En de derde, ja, we halen er heel wat relevante data uit. Dat is de eerste plaats met 48%. En de laatste, nee, maar we meten wel op een andere manier. Dat is de derde plaats met 15%. Ja, nu op zich goed om te horen dat de meesten al gebruik maken van een ATS-systeem. En die kunnen waarschijnlijk ook dan bevestigen dat dat een heel goede bron van data is. Ik wil alleen maar meegeven voor zij die dat bijvoorbeeld geen ATS-systeem hebben vandaag of niet weten hoe dat ze de data moeten interpreteren, kunnen we daar zeker ook nog bij helpen. Nu, als ik al even mag verder gaan, ook hier een kleine anekdote, zal ik maar zeggen, van Anke Reuske. Zij is manager recruitment en employer branding specialist bij AS Watson. En bij AS Watson worden de bronnen ook automatisch bijgehouden. Ze meten met hun ATS zelfs de candidate journey van elke sollicitant. Ze brengen dus niet alleen in kaart van waar dat die laatste klik vandaan komt, maar ook welke de andere kanalen de kandidaat in de oriëntatie heeft gebruikt. En dat koppelen zij vervolgens aan de kwaliteit van de sollicitant. Dus ga ik niet enkel kijken naar die laatste klik, maar eigenlijk naar de volledige journey van die kandidaat. En zo kunnen zij enerzijds beslissingen nemen over wat dat de meest effectieve wervingsbronnen zijn voor de verschillende doelgroepen, want ook daar is er nog een verschil in. Van bijvoorbeeld winkelmedewerker tot logistiek manager bijvoorbeeld, daar kunnen ook verschillen in zijn. Anderzijds gebruiken ze automated source tracking om keuzes te maken in de verdeling van het recruitmentbudget over de online wervingskanaal. Ook wij hebben intern eigenlijk een tool, Indeed IQ, die er eigenlijk voor zorgt dat budgetten automatisch over verschillende platformen kunnen verdeeld worden. Nu, dan kunnen wij ons ook de vraag stellen: hoe weet je nu echt of dat iets een source is? Of ik hoop dat we ons af en toe die kritische vraag stellen. En eigenlijk is het heel simpel.
kijk of dat uit die source duidelijk wordt waaraan dat je je budget zou moeten uitgeven, of natuurlijk juist niet. En als dat niet het geval is, als je die conclusie daar neer aan kunt hangen, dan is de source eigenlijk niet specifiek genoeg en moet je eigenlijk nog dieper gaan graven. Ik heb daarnet ook al gezegd, wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt op een zoekmachine of op een social media kanaal tussen de organische en de gesponsorde resultaten. Dat is natuurlijk belangrijk om te kunnen inschatten waar uw investering het best naartoe gaat. En voor de enkelingen, het waren er niet veel, maar denkt van applicant tracking system, wat is dat? Nu, indien dat je als bedrijf vandaag geen gebruik maakt van een ATS-systeem, is dat eigenlijk, en dan ga ik het even heel zwart-wit zeggen, maar dan is dat eigenlijk geen excuus om niet te gaan meten. Ook dan kunnen er een aantal dingen gedaan worden om eigenlijk te beginnen met het meten van prestaties. En als je bijvoorbeeld van een in-house ontwikkeld ATS-systeem gebruik maakt, kijk dan zeker na of dat je kan gebruik maken om het verkeer naar je website of andere sites, om dat te kunnen meten. Heel vaak komt Google Analytics daar ook bij van pas. Als je sociale media gebruikt, kun je tracking links in je berichten met vacatures plaatsen. En eigenlijk gaat het erom dat je een manier vindt om uw wervingsbronnen automatisch bij te houden, zelfs als uw ATS-systeem dit vandaag niet doet. En ik zeg wel eens, talent acquisition professionals die moeten vandaag een beetje gaan denken als een financieel directeur. En met andere woorden, we moeten de ROI meten en ook evalueren voor de bronnen waar dat we geld aan uitgeven voor recruitment. En dat is daar gewoon enorm belangrijk bij, dat we die effectiviteit ook gaan evalueren. Oké, stel we hebben nu gegevens over die wervingsbron, over die source. Hoe gaan we dan evalueren? Hoe evalueren we dan precies de effectiviteit van die bronnen? Er zijn eigenlijk vier manieren waarop dat data je daarbij kan helpen. Je kan beter begrijpen welke bronnen de beste kandidaten en nieuwe medewerkers opleveren. Je ziet bijvoorbeeld welke bronnen tot gunstige kosten per haar gaan leiden. En uit de gegevens kan blijken welke bronnen nieuwe medewerkers leveren die eenvoudig en snel kunnen meedraaien. Maar niet alleen snel, je kan ook ontdekken via welke bronnen je nieuwe medewerkers hoe dat je die eigenlijk vindt, die op lange termijn beter presteren. Dus dat is ook dat is een parameter binnen dit gegeven. En eigenlijk moet je het zo zien, de heilige graal staat hier. We moeten ons wervingsproces meten aan de hand van drie factoren: efficiëntie, tijd en kwaliteit. Om echt te gaan kunnen evalueren hoe effectief ons wervingsproces is. En efficiëntie in werving, dat komt neer gewoon op hoe snel nieuwe medewerkers zijn ingewerkt en hoe productief dat ze zijn. Tijd, dat gaat dan weer over hoe lang het duurt om mensen te vinden en hoe lang het duurt voordat nieuwe medewerkers ook echt effectief worden. En dan kwaliteit heeft betrekking op mensen die bij het bedrijf blijven werken, het best passen bij de functie, over wie dat een hiring manager tevreden was, enzovoort, enzovoort. En dat is natuurlijk de laatste, dat is ook een factor die vaak na verloop van tijd pas kan gemeten worden. Oké, dus we investeren tijd, geld en middelen om mensen aan te nemen die kwaliteit bieden in een zo kort mogelijke tijd, om in een zo kort mogelijke tijd efficiënte medewerkers van onze organisatie te worden. Dus wat zou je nu moeten meten om data over uw wervingsbronnen te gaan verzamelen? Ik lijst het even op. Het eerste wat je zou kunnen meten is de cost per applicant. Dat zijn de totale kosten per source gedeeld door het aantal sollicitaties per source.
In dit voorbeeld nu hebben we €5.000 aan een source gegeven en we ontvangen 750 sollicitanten. Dat leidt heel simpel een kost per applicant van €6,67. Je zou dat natuurlijk ook per branche of per type profiel kunnen gaan opsplitsen. Nu, ten tweede kunnen we ook de kost per hire gaan meten. Dat bereken je nu door de totale kosten per source te gaan delen door het totaal aantal nieuwe medewerkers per source. En we hebben weer die €5.000 genomen, maar dat leverde ons effectief 6 nieuwe medewerkers op. En dat komt dus neer dat deze bron €833 kwam per nieuwe medewerker. Het zijn fictieve cijfers, maar om het even wat minder vaag te maken, om het zo te zeggen. En dan ten derde kun je gaan richten op de kwaliteit van nieuwe medewerkers. Belangrijk, maar toegegeven absoluut niet altijd eenvoudig om dat te meten. Belangrijk daarbij is om te bedenken hoe dat jij als recruiter en of hiring manager kwaliteit van medewerkers, hoe dat jullie dat definiëren voor jullie organisatie. Stel bijvoorbeeld vast hoe lang dat het gemiddeld duurt voor iemand bij jullie volledig mee te draait. En eens dat je dat bepaald hebt, is het ook belangrijk om ook specifieke momenten, meetmomenten, die zaken te gaan vastleggen. Na 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, zelfs na een jaar. Maar ik kom hier zo meteen nog verder op terug. Want het is eigenlijk belangrijk om al die metrics, om die goed te doorgronden. We gaan er eigenlijk hier nog wat dieper op in. En we zoomen daar zo hard op in, omdat enkel wanneer dat je inzicht effectief hebt in de ROI van je recruitment van je organisatie, dat je op die manier je managers, je directie in je organisatie kunt uitleggen waaraan dat je bijvoorbeeld een groter deel van je recruitmentbudget wilt uitgeven, of waarom dat je juist delen van je recruitmentbudget van de ene source verplaatst naar een andere source. En er zijn verschillende manieren om ROI te evalueren. Je zou al die aparte elementen zoals kwaliteit en kost per hire, kost per applicant, apart met elkaar kunnen gaan vergelijken. Maar het is natuurlijk de combinatie die telt. Als een kanaal duurder is, maar bijvoorbeeld wel veel en goede kandidaten oplevert, ja, dan is het die investering meer dan waard. Dus een manier om naar de kwaliteitsgegevens. Een manier is eigenlijk om die kwaliteitsgegevens van bronnen die dat we hebben te verzamelen en die uiteindelijk te gaan uitdrukken in een soort van score, zodanig dat je die verschillende bronnen ook met elkaar kan vergelijken. Door scores toe te kennen aan bronnen, koppel je data over nieuwe medewerkers en kwaliteit aan specifieke bronnen. Zo'n kwaliteitsscore kunnen we maken aan de hand enerzijds van, het staat hier op de slide, de kwaliteit, hè, dus als onderstreepje is dat, de kwaliteit van de nieuwe medewerkers, de tijd die het kost om een vacature te vullen, de kosten per hire en uiteindelijk, dat zie je hè, in de hoofdbalk, het aantal sollicitanten. En in dit voorbeeld bereiken we dus eigenlijk ja, de kwaliteit van de source door de kwaliteit van de nieuwe medewerkers te vermenigvuldigen met de tijd die het kost om de vacature te vervullen en met de kosten per hire. En door dat percentage dan uiteindelijk met het aantal nieuwe medewerkers te gaan vervolmdigen, kom je uit op een algemene score waarmee dat je de ROI van een bron kan gaan evalueren. En stap 1 voor de source scoring is eigenlijk voor die score te bepalen, is het bepalen van hoe je de kwaliteit van de source gaat meten. Wat je eigenlijk in deze stap jezelf moet afvragen is, wat is de gemiddelde quality of hire? En hier een voorbeeld van hoe je die vraag zou kunnen beantwoorden. De quality of hire die zeer hoog is bijvoorbeeld, ofwel boven verwachting is, krijgt dan een source van 100%. Dat is een schaal die dat wij eraan hangen. Hoog of voldoet aan verwachtingen krijgt dan 75%. Medium
of voldoet aan verwachtingen, krijgt 50% laag, of voldoet niet, krijgt dan 25%. Voel u absoluut vrij om een ander schaal te gebruiken als dat uw voorkeur heeft. Maar het is wel belangrijk om steeds natuurlijk dezelfde schaal te gebruiken bij alle sources die dat je meet. En dan verder nog, binnen die source code eigenlijk... binnen de kwaliteit van de scores, source is het belangrijk om de time to fill eigenlijk te gaan vaststellen. Kijk hoe lang het normaliter duurt om bepaalde vacatures te gaan invullen. Bepaal dan uw gemiddelde time to fill, of wat jullie zien als een redelijke goede time to fill. En nadien kun je dan al je bronnen gaan benchmarken tegenover dat gemiddelde. In dit voorbeeld hebben we een kortere time to fill op 100% gezet, want het is positiever dan het gemiddelde. Gemiddelde op 50% en een lager dan gemiddeld op 25%. En het derde element om de kwaliteit van de source te bepalen is de gemiddelde kost per haaien. Ook hier kijk je naar je eigen interne data om de gemiddelde kosten per haaien te gaan vaststellen. En ga je vervolgens gaan benchmarken je eigen sources tegen het gemiddelde. In dit geval zouden we een lager dan gemiddelde kost per haaien op 100% zetten. Gemiddeld op 50 en meer dan gemiddeld op 25. Maar ook hier kun je perfect je eigen schaal voor ontwikkelen. En ik heb nu even die drie elementen samengebracht om zo naar die kwaliteit van de source te kijken. Dus kwaliteit van de source is dat eerste gedeelte van onze source code. En ik heb hier source A en source B met elkaar vergeleken. Als je met source A bijvoorbeeld in een kortere periode dan gemiddeld medewerkers vindt die een hogere kwaliteit leveren tegen lagere kosten per haaien, dan score je 100% voor kwaliteit. 100% maar 100% maar 100% is al nog altijd 100%. Als je met source B in een kortere periode medewerkers vindt die gemiddelde kwaliteit leveren tegen lagere kosten per haaien, score je 50% voor kwaliteit. 100 maal 50 maal 100. Telkens in percentages natuurlijk. En dan het tweede deel van onze source score. Dan moeten we natuurlijk ook bekijken hoeveel mensen we er effectief hebben aangenomen via een bepaalde bron. Hier in het voorbeeld zie je de kwaliteit van source A is 100%. En we hebben 14 nieuwe mensen aangenomen. De source score is dus 14. De kwaliteit van source B is 50%. En we hebben 9 mensen aangenomen. En ja, dat resulteert in een aanzienlijk lagere source score. En dat scoreverschil, dat kan natuurlijk invloed hebben op de beslissing over waar dat je budget aan uitgeeft. Het lijkt misschien ingewikkeld, voor anderen weer heel eenvoudig, maar we willen voornamelijk het belang benadrukken van het vinden van een manier of methode voor het toewijzen van je budget om je te helpen te bepalen hoe dat je je recruitmentbudget het beste kunt investeren. En dat is voornamelijk het belangrijkste, dat we die data daarvoor gebruiken. Nu, de juiste kanalen selecteren en ons recruitmentbudget optimaliseren, dat is één ding. Anderzijds is het ook van belang om je online wervingscampagnes steeds te optimaliseren. En ik zal daarom graag nog een aantal punten op een rijtje, hoe dat je je online wervingscampagnes kan optimaliseren. Krijg inzicht in de doelgroep die je probeert aan te trekken. Punt 2, schrijf aantrekkelijke vacaturecontent met veel en goede zoekwoorden om online goed vindbaar te zijn. Punt 3, meten en evalueer regelmatig je resultaten om goede en onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Punt 4. Zorg voor een aantrekkelijk sollicitatieproces en investeer in een positieve kandidaatervaring. En dan puntje 5.
blijf op de hoogte van trends in de sector en ook het gedrag van de arbeidsmarkt en kandidaten. Maar daar zijn jullie eigenlijk al volop mee bezig door deze webinarweek van Werf en te volgen. Nou, mooi. Ik weet niet of jij nog iets wil zeggen. Dan gaan we hem afronden. Oh, Petra, ik heb al zoveel gezegd. Dus ik denk, niet specifiek, maar ik wil iedereen nog een heel boeiende webinarweek wensen. Ja, dankjewel voor je presentatie. Ik heb veel geleerd weer. En ik hoop de kijkers thuis ook. Nou, dat kan haast niet anders. Hartstikke bedankt voor het kijken van de webinar van Sarah van Indeed. En ik hoop jullie straks te verwelkomen in het volgende webinar. Tot straks!